Het is weer Oranjebal. Het waanzinnige prijzenfestival van iets. Dus hop naar de winkel allemaal. En als we zeggen allemaal, bedoelen we ook allemaal. Ultraplatte 80 centimeter LCD breedbeeld TV van Samsung. HD ready voor optimale beeldkwaliteit. Waanzinnig oranjebalprijs. €599. Nu bij iets. Met gratis kippiebal. Ziezo. Volgens mij is er in Europa geen sprake meer van recessie. Ik ontdek juist nieuwe beleggingskansen. Veelbelovende bedrijven waarvan u kunt profiteren. Ook als er nieuw succes gekweekt wordt in Europa, zitten wij er bovenop. Robeco, the investment engineers. Twente jezelf. Robeco zit er bovenop met de Robeco Europe Clickmix. Beleg veilig in Europese aandelen met 90% garantie op uw inleg. Stap nu in. Kijk voor je eigen arrangement op twentejezelf.nl. De buitengewoon ruime Chevrolet Matisse. Met 100% content garantie. Oftewel 100% content. Geld terug als u dat niet bent. De primitieve mens heeft er miljoenen jaren over gedaan voordat hij rechtop ging lopen. Vanaf 1883 ging het ineens hard. Vooral met de Hollandse Homo sapiens. Maar de evolutie gaat door. Ook bij Pijnenburg. Nu is er zelfs ontbijtkoek met minder suiker. Ook die mag. Elke dag. Strokontje. Minder suiker. Ze zoeken de polis. Sorry hoor, we hangen nog even in de wacht. Iets met de polis. Vervelend als je niet meteen geholpen wordt? Bij Ora wel, want bij Ora wordt hulp bij schade gegarandeerd direct geregeld. Ora, direct resultaat. Sla, crispy mais. Het is al heel snel lekker met Bon Duel. Bon Duel, de verrassende groente van vandaag. Wie vertelt je dat je hoogtevrees hebt? Wie laat je voelen dat je niet zonder hem kan? Van jongs af aan reageren je darmen als eerste als er iets met je aan de hand is. Daarom is er nu Bifine van Yakult. Met gezonde bifidobacteriën voor een goede darmwerking. Nee, ik kan echt niet, George. Het is een workshop. En je weet wel. Met de Amersfoortse wordt ondernemen een stuk relaxter. Want wij zorgen ervoor dat alles rond uw inkomen goed verzorgd en verzekerd is. Om de hoek, maar begin anders maar vast, joh. Ik kom wel. De Amersfoortse, de inkomensverzekeraar voor ondernemers. Met 13 slimme opbergruimtes, verrassend ruim voor een compacte auto. Het draait bij ons niet om winst. En daarom verdienen we ook zoveel. Goeiedag, de waakhond van Lancie. Aangenaam. Mijn missie. 100 baan met mijn 100 binden. Geen hypotheek en verzekeringselende. Hoe dan? Door de radder te zijn. Telefoon tussen persoon of gewoon online. Verzekerd zonder kleine lettertjes. En al die bullshit. Brand schoon en helder. Ik zie het als mijn doelwit. Geen verborgen gebreken, maar top hypotheken. Geen kleine letters die je toch niet kan lezen. Van je top tot je tenen. Je auto verzekerd. Je vindt het niet beter. Het kan niet completer. Strop thuis af. Doe je strop thuis af. En blaf. Lancier is hier. Dank u. Dank u. Dank u wel. En? Hoe ging het? Ah, kat in het bakkie.
Big deals bij de Nissan dealer. Met €1.450 voordeel op de Nissan Note met Comfort Pack. Vezels zijn belangrijk voor uw spijsvertering. Daarom is er nu Hero Actief Fruit. Een lekker shot puur natuurlijke vezels. Dat stimuleert uw spijsvertering. Probeer het 14 dagen. Niet goed? Geld terug. See? You already said I do. That settles it. That settles it. We're getting hitched today. Wait, not so fast. Does he fold the newspaper inside out when he reads it and then forget to put it back when he's done? Does he clip his toenails in bed? And Jerry's gonna marry us. What? Actually, I go by Father Superior. You know, I mean, I realize it's all sex now, but 20 years down the road, she's dragging you off to the Moose Lodge for folk dancing and bingo. Is trouwen nou wel zo verstandig? Vanavond in ER. Want ik blijf gewoon hetzelfde werk doen, alleen mijn klimaat verandert. En het is altijd leuk met mijn hoge druk, met water spelen, alles, dat vindt iedereen wel leuk. Dus ja, als je dan ook je geld mee nog kan verdienen, ja, dan waarom zou je het niet doen? Ik ben een keertje in Spanje geweest met mijn ouders en ik ben een keertje met Rudy naar de Beekse Bergen geweest, maar nee, echt vakantie. Ik ben Arnhem eigenlijk nog nooit uit geweest. Ik heb zoiets van knallen en productie draaien. En ik denk dat dat daar wel een probleem zal worden. Ik zoek de vlieger, de school. De vlieger. I'm looking for school. Stanley wist dat hij hier vandaag moest zijn. Ja. Alleen Stanley weet niet dat die deur morgen dicht zit. Ja. Dan kan Stanley er niet meer bij. Maar Stanley, het was een centrum al gebeurd. Ja. Dat gebeurt wel. Ja, maar dat werkt niet. Dus ja, dat wordt vandaag gewoon afgemaakt. Dan werken ze maar langer door. Heel simpel. In Ik Vertrek volgen we mensen die op het punt staan te emigreren. Dit is Rudy van der Marel, gevelreiniger. Hij werd 33 jaar geleden geboren in Suriname, maar is na zijn adoptie opgegroeid in Nederland. Binnenkort vertrekt Rudy samen met zijn 5-jarige dochter Shanna en zijn vrouw Annette naar Curaçao. Mijn baas had een droom, van die wou graag een bedrijf beginnen op Curaçao. En ik ben de enige die eigenlijk het hoge drukgedeelte in Nederland doet voor hem. Toen zij is naar me toegekomen van, goh, zou je niet op Curaçao willen wonen? Ik zei, nou, dan moet ik even toen nog vriendinnen over hebben. Toen heb ik er 's nachts over gedroomd. Ik denk, nou, dat is gaaf. Ik zag me liggen in mijn zwembadje op een luchtbed met mijn cocktailtje. Ik denk, dat gaan we doen. Dus ik werd 's ochtends wakker, ben ik naar Rudy toe gelopen. Ik zei, nou, Rudy, gaan we naar Hans. We gaan. Toen we hier al die mooie monumentale panden zagen staan, ja, toen ging ik mijn hart spreken. Want vroeger in Nederland, ja, deden we ook heel veel van dat soort panden. Ja, dat willen we hier ook een beetje allemaal gaan doen. Echt die oude panden nog op gaan knappen en restaureren. Ik sta te popelen om te beginnen hier. Daar zouden ze er gewoon overheen met verf. Dus ja, na 2-3 jaar laat dat gewoon weer los. En dan kunnen ze weer opnieuw doen. Als je een auto in de was wil zetten, dan maak je hem ook eerst schoon, voordat je de waslaag eroverheen doet. Zo moet je zien, je gaat niet op een vuile auto een waslaag aanbrengen, dat heeft geen zin. En dat doen hun daar wel. Maar die mensen die weten niet hoe die machines en alles werken, dus daarom ga ik daarheen om dat uit te leggen en bij te brengen. Ik ben een beetje een koukleum en hier in Nederland is het altijd regen. En als je 2 weken zon hebt, moet je blij zijn. Dus daar verheug ik me het meest op. Ga gewoon de hele tijd zwemmen. Elke dag. Duikje nemen, duikje nemen, duikje nemen. En nog eens duikje nemen. Ik denk, als mijn dochter het naar zijn zin heeft en mijn vrouw, dan heb ik het ook naar mijn zin. Want ik blijf gewoon hetzelfde werk doen, alleen mijn klimaat verandert. En het is altijd leuk met mijn hoge druk, met water spelen, alles, dat vindt iedereen wel leuk. Dus ja, als je dan ook je geld mee nog kan verdienen, ja, waarom zou je dat niet doen? Geen familie meer om je heen hebben, geen vrienden meer.
Dat lijkt me het meest moeilijke aan alles. Want materialistisch, dat is allemaal goed op te lossen. Maar vrienden en de sociale contacten die we hier hebben, die krijg je niet. Die zijn niet binnen een jaartje weer opgebouwd. En het eten wordt een probleempje, denk ik. Omdat ik gewoon bijna niks lust. Ik hou niet zo van warm eten. Het schijnt heel veel vis te zijn. Dus maar ja, we gaan gewoon een Nederlands tentje opzoeken in het begin. En dan kom ik er vanzelf wel achter wat daar wel te eten is voor mij. En anders ben ik weer terug, denk ik. Ik vind het wel een uitdaging, omdat het een ander volk is. Omdat ik mezelf wat donker. En ik kom zelf uit Suriname. Toen ik 16 maanden was, ben ik geadopteerd. Ik ben naar Nederland gekomen. Dus ik heb eigenlijk wel gewoon een Nederlandse opvoeding gehad. Ja, de mentaliteit daar is heel anders. Want vandaag die komt, dan komt het morgen wel, maar dat kan ik niet. Ik heb zoiets van knallen en productie draaien. En ik denk dat daar wel een probleem zal worden. Omdat ze daar toch van ja, een beetje rustig aan, weet je wel. Ja, dat is toch mijn gedrevenheid om dat daar toch te veranderen. In principe in het begin ben ik er nog eventjes voor Shanna. Ze zijn er veel vroeger uit, om 11:15 iedere dag. En ik kom zelf uit de horeca, dus daarna wil ik eigenlijk weer vrij snel de horeca in. Rudy en Annette hebben hun eigen huurhuis al opgezegd en zijn tijdelijk ingetrokken bij Rudy's werkgever Hans. Ze wonen tot hun vertrek in zijn gastenverblijf. We hebben totaal niet het idee waar we terecht komen. Het is echt gewoon een hele grote sprong in het diepe. Ik ben er nog nooit geweest. Ik heb alles van plaatjes en van internet hebben een hele hoop afgehaald. De eerste indruk hebben we nog niet. Ik ben een keertje in Spanje geweest met mijn ouders. En ik ben een keertje met Rudy naar de Beekse Bergen geweest. Maar nee, echt vakantie. Ik ben Arnhem eigenlijk nog nooit uit geweest. Ja, Rudy die werkt gewoon vrij veel. En dan is het gewoon lekker als je dan 3 weken vakantie hebt om dan ook 3 weken thuis te zijn. Je hebt gewoon lekker je eigen stekkie. Gewoon een kroegleven. Daar zijn we wel voor. Gewoon een gezellig feestje of een potje bier erbij, een afvalkoontje en muziekje aan. Dat vinden we wel gezellig. Rudy en Annette komen elke vrijdag in hun stamkroeg om samen met vrienden het weekend in te luiden. Annette heeft hier ook lange tijd gewerkt en voelt zich achter de bar nog steeds erg in haar element. Rondje van de zaak van haar. Moeten Rudy en Annette eigenlijk zelf nog geld investeren in het grote avontuur? Zelf niet. Nee, ik geef gewoon een stukje van mijn eigen leven geef ik op. Dat is mijn investering. En ik kan het doen omdat ik het vertrouwen krijg van mijn werkgever. Zo zie ik het. Het wordt vandaag een spannende dag. Om te bekijken of de emigratie naar Curaçao echt wel zo'n goed idee is, gaan ze eerst met Hans en zijn partner Sylvia 11 dagen mee op werkvakantie naar het tropisch eiland. De spanning stijgt. De stress zit er goed in. Ik vind het heel spannend. Om daar ook te zien waar je nou eigenlijk terecht komt en alles. Ik ben 1,5 jaar ben ermee bezig. En nou dan, als je uitstapt, ja, dan ben je op het eiland. Dan kun je zien hoe of wat. Ik denk dat we in moeten gaan checken. Ja. Oké. Okay. Meneer Van der Marel. Hallo. Moet deze dan niet inchecken of zo? De handbagage. Ik moet jou eens waarschuwen. Dat is mijn koffer. Wat is het jouw koffer? Ik had je gewaarschuwd, hè? Ja. Zou ze strijkbaan? Ik wil jou nog wel een sinus t-shirtje gestreken moet worden. Dat hij problemen maken. Ja, zo'n shirt aan. Het is allemaal 110 vol, dus jij hebt een 22 strijkbaan daar. Daar heb ik toch allemaal geen verstand van. Komt helemaal goed, hè? Na een vlucht van 10 uur landen de families op Curaçao. Ze worden warm onthaald door Tico, de taxichauffeur en bovendien een goede bekende van Hans. Hallo! Ja, leuk dat jullie met z'n allen zijn. Dag. Rudy. Tico. Hey, veel over je hoor. Hallo. Tico. Shanna, kom Moet je om je heen kijken, hè? Het allemaal zit. En hoe was de vlucht? Ja, mooi. Echt mooi. Het is hartstikke meegevallen. Ja, nu hebben we 11 dagen vakantie. Nu 11 dagen vakantie. Ja. En dan komen we terug. Tussen de 20e en de 25e, dan gaan we hierheen voor langere tijd. Ja, we moeten het eerst bevallen nu, hè, de 11 dagen. Ja. Nou, ik denk wel dat het... Dat gaat lukken? Dat het gaat lukken, hoor.
Zolang je hier blijft, blijft het altijd soepel. Melk open. Dat is eenmaal het levensstijl hier op Curaçao. Kun je hier ook een beetje feesten? Hier kan je dus altijd feesten. Altijd feest? Ja, kijk, als wij een keertje dus een barbecue willen beginnen, dan kan ik zo langs de weg stoppen en dan maken we daar een fikje. En dan is het gewoon gezellig en je zal er geen enkele politieman zien. Stop maar. Stil. Stil. Ja. Doe maar, we blijven. Rudy. Ja. Jij bent van Suriname afkomstig? Ja, ik ben daar geboren, ja. En je ouders die zitten in Nederland? Nee, ik ben geadopteerd. Mijn bloedfamilie die woont nog gewoon in Suriname. Maar ben je wel eens eerder geweest daar? Nee. Dit is de beste reis die ik ooit gemaakt heb. Er zijn veel verhalen, mooie verhalen over Suriname, hoor. Ja. En trek jou niet? Nee. Die verhalen hebben volgens mij nee, ook dat niet, maar... Omdat je interesse... Kijk, als je gewoon je liefde in Nederland krijgt en je opvoeding en alles... Ik vind het toch wel een beetje vreemd. Nee hoor. Ja, maar ik denk dat ieder mens daar toch wel anders op reageert of op denkt, overdenkt. Hans heeft op dit resort een grote bungalow gehuurd. De bouw van zijn toekomstige huis waarin beide gezinnen straks gesplitst zullen gaan wonen, is namelijk nog in volle gang. Kom, schijf. Zo. Eindelijk. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Een bar. Een bar. Ik blijf. Nou, dat ga ik heel snel doen, dan mag je lekker het zwembad in. Goed. We hebben het registratie voor u. Bon. Wat grote avontuur. Turcosbon. Turcosbon. Ja. Curaçao is 444 vierkante kilometer groot, heeft 150.000 vaste bewoners en is een smeltkroes van nationaliteiten. Dit stamt nog uit de tijd dat er op Curaçao slavenhandel werd gedreven. De familie gaat de volgende morgen kijken hoe het met de bouw van hun nieuwe huis is, dat over een maand moet worden opgeleverd. Ja. Ja, maar dit is wel... Dit is wel af dit, hè? Dan moet hier moeten overkomen, hè? Kijk, man. Er wordt nog hard gewerkt aan het huis dat Hans zelf heeft ontworpen. Op de begane grond en eerste verdieping zullen Hans en Sylvia een ruimte van 250 vierkante meter gaan bewonen. Rudy en Annette zullen in het souterrain een appartement van 110 vierkante meter krijgen. Het zwembad en terras wordt voor gezamenlijk gebruik. Echt groot voor zo'n kind, man. Ja, ben je het gek? Kijk. Dat is toch niet normaal? Oh, hier, kijk, ik kan het eens kijken. Tennisbaan van de buurt. Tennisbaan. Dat is leuk, hè? Mama, mama. Mama. Boven kijken. Ja, dat is niet normaal. Nee, ik vind het ook een beetje aanschouwend. Ik weet niet. Nee, daar jongen. Waar gaan we heen? Ja? Wel. Nee, daar. Dat is niet normaal. Nee, ik vind het... Ik ga niet voor geen kaartjes kopen. Ik maak zelf wel foto's. Ja. Rudy en Annette zijn onder de indruk van het huis en de omgeving. Maar verloopt de bouw eigenlijk een beetje voorspoedig? Had eigenlijk een plan moeten zijn. Vorige week hebben we alles afgekeurd. Als je nou daar naar buiten loopt, je kijkt daar. Alles hebben ze hier eruit gewogen. Maar alles 2,5 centimeter te hoog. Nou, toen had ik wel een hele slechte nacht. Ik kon niet slapen. Tot 4 uur s'nachts ging pas naar buiten. We hebben dat hier smalens al gezegd. De maatvoering die klopt niet. Nee, we zijn professionals. Dat waren Colombianen die hier werken. Dus dan zeg je, nou ga je gang maar. Als ze toch niet mee te praten valt, ja, dan moeten ze maar voelen. Ja, dat hebben ze bij deze dan gevoeld. Als je er niet bij bent, zit er heel veel tegen. Ik snap niet dat die gasten die stijgen op durven. Ja. 'S Avonds moet Annette eraan geloven. Er wordt gedineerd in een heus restaurant. Heftig op zoek naar iets bekends. Volgens mij lust ik hier niks van. Je lust er ook niet veel van als het zo bekijkt. Nee, hè? Nou, lekker. Oh, saté. Ja.
Dat lijkt wel een schnitzeltje. Champignon roodsaus eroverheen en klaar. Dan met bitterballen met friet. Eén keer van mij doe je dat. Antilliaans eten. Kleine hapje. Ja, dan. Als een klein hapje van. Klein niet terug. Kijk hoe groot je is. Nee. De volgende dag moeten de eerste zaken voor de verhuizing worden geregeld. Over 5 weken moet Shanna hier naar school. Maar een school vinden is niet zo simpel als het lijkt. Daar is een huis nummer te vinden. We moeten naar de vlieger. Wat zegt nou, waar zitten we nou? Op Celinia of de Santa Rosa? Dat weet ik niet. Mag ik jullie wat vragen? Ik zoek de vlieger, de school. De vlieger. I'm looking for school. School? Ja? De vlieger. Santa Rosaweg 11. No. Santa Rosaweg is on the other side. Duidelijk, heren. Ja. Die straat met je zo goed kan zien waar je rijdt. Ik ga gewoon raam los doen. Ja. Hoi. Mag ik jou wat vragen? Ken jij de school De Vlieger? Santa Rosaweg nummer 11. Weet je waar ik vandaan moet? Nee? Oké. Niet bekend. Ik heb honger. Ja, jongens, wat ik al wel. Frithonger. Nee. Ja. Konden we daar nog links? Of? Hè? Ik zou gewoon hier afgaan. Daar. Hè? Oh. Handen steken. We zijn een beetje verdwaald, Shanna. Ja, maar ik snap niet waarom niemand de vlieger kent. Nee, ik ook niet. Als de school. Wat is dit hier? Stop. Autorijschool. Nou, zal nu weet vast het wel weten. Oh. Ik kom les nemen. Ik ben op zoek naar de school De Vlieger aan de Santa Rosa weg. Ik heb geen flauw idee, weet je hoor. De Vlieger. En de overbuurman weet niet eens wat het is. Oké. Is Nathalie dus toevallig? Want ik had haar opgegeven op deze school. Het was Nee, voor het zou een kleuterschool worden. Niet meer. Nee, maar ik had wel inschrijfgeld betaald. Omdat zou ze terugstorten. Dat heeft ze niet gedaan. Niet gedaan. Kan ik jou de mobiele nummer geven? Kun je haar bellen? Ja, is goed. Ja, als je doen wil. Even. Nee, dan kun je de school niet meer door. Want we hebben niet zoveel aanmeldingen binnengekregen. Nee, dat klopt. Daarom. En de Albert Schweitzer school, zijn er nog wel scholen die plek hebben? Weet je dat toevallig? Waar we langs kunnen gaan, want we hebben nog steeds geen school. En we komen volgende maand komen we hierheen. Wil je een basisschool of een kleuter? Een kleuter. Zij is 5. Dus ik denk dat de kleuterschool. Tweede kleuter, ja. Tweede groep van kleuter. Maar ik weet niet of ze nu nog plek hebben, hoor. En ze zeiden, ik heb alles geprobeerd via internet. En nergens was plek. Ik weet niet of hier nog een school in de buurt is, wat u weet. Oké. Okay. Oké. Okay. Bedankt. Nou, succes, hè. Yo. Oké, hallo. Kom eens. Ja. Ben je bekend? Ik kom hier net aan. Uiteindelijk vinden Rudy en Annette een andere school. Het is alleen nog onzeker of Shanna hier wel terecht kan. Maar nu? Receptie. Waar moeten we zijn? Receptie. Van Helden. Dag. Dag. Rudy. Aangenaam. Wij komen een kindje aanmelden als er nog plek is. Ik had via internet al van alles geprobeerd, maar het lukte niet. Het is inderdaad heel erg moeilijk. De laatste tijd hebben we heel veel Nederlanders gekregen. Dus die echt hier op het eiland willen komen wonen. Er zijn 3 Nederlandstalige scholen op het eiland. En ik heb een wachtlijstje. Kan zijn dat ik wat voor u kan doen. Ik heb een inschrijfformulier, daar kunt u zo voor me invullen. Ze weten het niet zeker, maar misschien dat er een plekje vrij is in de klas. Ik wil natuurlijk eerst volgens mijn lijstje werken. Dus ik zal mijn best doen, maar ik beloof u niks. Ik ga jullie laten invullen. Kunnen we dan heel graag. Ja? Ja. Oké. Okay. En jullie komen hier werken? Ik kom hier werken. Oké. Okay. Smiddags wordt het toekomstige werkgebied van Rudy in Willemstad verkend. Daarom heeft alles bij de Curaçao gehaald. Hier krabben ze het nou gewoon eraf. Nou, een nieuw kleurtje eroverheen, klaar. Dat zijn de dingen die wij dus eerst gaan voorbehandelen. Goed, de zee zouden we eraf halen en dan pas verder, dan krijg je dat niet meer. Dan gaat het niet losbladeren.
We zijn hier zat van die panden. Annette zal niet in Rudy's bedrijf gaan meewerken, maar zich voorlopig storten op man, kind en huishouden. Iets dat ze in Nederland nog nooit fulltime heeft gedaan. Dit is makkelijk. Goed eten hebben, want we kunnen straks nog zwemmen. Zit er aan of zo in? Proost. Ik voel me wel thuis. Ik heb nog niks bij tegengekomen wat ik niet leuk vind of dat ik denk, nou. Het is heerlijk hier zo, lekker vertoeven. Het is wel heel rustig hier allemaal. Het is wel zo dat het, je kunt het ja, moeilijk plaatsen, omdat je niet gewend bent van het Nederland. Hier is alles rustig aan het. In de namiddag moet Rudy zelf toch in actie komen. Samen met Hans rijdt hij naar de noordoostkust van het eiland, waar uiteindelijk de hal van het bedrijf zal komen. Ik ga zo wel over gehoord. Eens kijken of een nieuwe werkplek wordt. De hal moet staan voordat de gevelreinigingsspullen vanuit Nederland naar Curaçao kunnen komen. De dure apparatuur van Hans is anders namelijk niet verzekerd. Dit wordt je werkplek, jongen. Ja. Begin maar vast te graven. Dit wordt de hal helemaal daar. Dit mag erin? Ja. Uh-huh. Dit wordt helemaal hal. Zo. Dit wordt helemaal bebouwd, alles wat wit omkaderd is. Groot, hè? Ja, wordt een beste klus hier. We zouden eigenlijk al graven gaan. Die arme man daarboven met die bungalow daar. Als straks die halve 9 meter, 10 meter dakhoogte zit. Zal de boel uit zich gaan missen. En dan werd er wel staan in 2 maanden. Ja, ze willen werken wel, ja. Eenmaal terug in Nederland moet er nog wel worden gewerkt. Rudy volgt daarnaast ook cursussen. Op Curaçao moet hij namelijk alle kapotte gevelreinigingsapparatuur zelf kunnen repareren, omdat deze daar volkomen vreemd is. Bovendien gaat hij er Antillianen in zijn vak opleiden. En dan moet hij natuurlijk wel weten waar hij het over heeft. Morgen, dit is zo. Overdruk, pomp, motor. Het makkelijkste is om de vatbaan, kunnen met enkele boutjes spelen, die demonteert worden, de langste weg. Pak je heel pak je eraf. Die pak je eraf, het voorpaneel pak je eraf. Dus het geheel makkelijk toegankelijk. Terwijl Rudy in Nederland en Hans op Curaçao druk aan het werk zijn, trekken Sylvia en Annette veel met elkaar op. Lekkage in de vloer. Moet die hele vloer er weer uit dan, of niet? Wanneer beginnen ze daarmee dan? Volgende week, oké. Okay. Wou jij net nog even? Ja, ik hier. Ja, was je al wakker? Je bent er met druk mee. Over 2 weken heeft versterking erbij. Ik ben reuze benieuwd. Kan niet wachten dat we erheen gaan. De container is bijna ingepakt en kan zo op de boot naar Curaçao. Jenna neemt vandaag afscheid van haar klasgenootjes. Kai, die had gehoord dat Jenna afscheid gaat nemen van de school. Vindt ze helemaal niet leuk? Helemaal niet leuk. En wij hebben voor Jenna iets gemaakt. En ik een cadeau. En dan mogen jullie deze aan Jenna geven. Geef maar. En misschien wil je er wat nog bij zeggen ook. Ik zal je missen. Kom je gauw. Jenna meelopen naar het hek en dan gaan we de dag zeggen en zwaaien. Ja. Veel plezier. Dag Jenna. Nee, wat doe je, Jenna? Dit is de machine waarmee wij gaan werken op Curaçao.
Dan zal ik even het eindresultaat laten zien van het werk wat ik hier in Nederland deed. En dan op naar Curaçao. We zijn hier vanavond om het afscheidsfeest te vieren van Rudy en Annette. Ze gaan ons verlaten, ze gaan naar die parelwitte stranden, oftewel Curaçao. Kom eens hier. Wanneer ga je dan? Wat is dat? Nee, dat is mijn moeder. Dat is mijn zoon. Hè? Ja. Mijn grote zoon, die gaat in Nederland weg. Zelf vind ik het niet zo heel erg fijn, maar ik vind voor hun vind ik het. Ja, die kans die krijgen ze nooit meer. Geef een heel groot applaus. Kom eens Engels! We kunnen een wegje maken. Wie wil als eerste terug? Ja, wie wil er zitten? Nou, ik zeg Rudy. Nee, ik denk Annette. Nee, Annette heeft aanpassingsvermogen. Gigantisch. Sowieso waar. En Rudy niet. Komt uit de horeca. De cultuur hier in Nederland is heel anders dan in Curaçao. In Curaçao zeggen ze Mayana, Mayana, Mayana. Rudy is over het algemeen een pezer. Die kan flink werken. Dus dat is ook afwachten hoe die dat eigenlijk eens een beetje oppakt. Ik ga gewoon even ontzettend moeilijk doen. Ze is nu al een week lang van het padje helemaal af. Dus iedere avond een beetje huilen en toestanden thuis. Hè. Dus het is gewoon vreselijk overstuur ervan. Niet zo leuk? Nee. Maar goed, ja, wat Annette ook zegt, hè, van dat ze het ziet als een kans voor hun. En ja, nou ja, dat gun ik hun natuurlijk wel. Maar voor mij vind ik het wat minder. Ja. Ik kan me eigenlijk heel moeilijk uit. Ben je wel niet op mijn afzet komen? Een heel passend afscheidsliedje. You've got a friend when you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing, no, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. You've got a friend. Vijf dagen later landt familie Van der Marel nu definitief op het eiland. Welkom op Curaçao, jongen. Ja, dankjewel. Hallo, hey, jongen, welkom. Heel blij. Hey, heb je een goede vlucht gehad? Ja. Ja? Ineens besefte ik, en niet meer terug. Gelopen, hè? Nee, toen dacht ik van, oh, en toen is weer brullen, het was klaar. In tegenstelling tot wat Rudy en Annette verwachten, rijden ze niet naar hun nieuwe huis, maar naar Hans' vakantiebungalow. Maar Hans, hoe staat het dan met het huis en met al? Nee, is nog niet klaar. Nou, is die wel af? Nou, ik heb je dit al uitgelegd. Ja. Ik kan je voorstellen hoe het met de hal voor staat dan. Ik heb vanmorgen om 4:00 hier, dat ik mijn Nederland nog contact gehad, heb ik een mail de deur uitgedaan. Gewoon een herinnering dat ze moeten beginnen met de hal, anders ga ik ze aansprakelijk stellen. Want ze hadden me beloofd de 16e afgelopen maand al te beginnen. Dus iedere keer werd uitgesteld en ik heb 50.000 aanbetaald dan. Dus ze zouden beginnen, maar er is nog niks begonnen. Dus ik weet niet of ze morgen beginnen. Ik moet afwachten. Menigeen gaat naar Curaçao om te relaxen en te genieten van een zonovergoten vakantie. Zo niet de werklui van Hans. In en om het nieuwe huis wordt nog steeds hard gewerkt, maar toch lijkt er nog niet veel veranderd. Familie Van der Marel zal er wel over 2 dagen in moeten, omdat Hans' vakantiehuis vanaf die tijd aan andere gasten is verhuurd. Dit hadden we niet verwacht zo. Ja, dit hadden we niet verwacht zo. Het is helemaal wel leuk en aardig en groot. Daar is de mentaliteit wel zin om hier. De familie zal ondanks de vertraagde bouw toch zo snel mogelijk naar hun souterrain verhuizen. Al valt er voorlopig nog niet veel in te richten. De container met daarin hun persoonlijke spullen en bouwmaterialen van Hans had er al 2 weken moeten zijn, maar is er niet.
Hans en Rudy gaan naar het inklaringskantoor om de benodigde formulieren in te vullen en te horen wanneer een container dan wel aankomt. Morgen. Rudy hoopt dat hij toch eerder komt. De dame van het inklaringskantoor belooft te bellen als de container in zicht is. Dat is prima, hè? Ja. Top dat u vanmiddag aan de telefoon hebt dan. Okay, ja. Kijk maar, daar zit rechter. Annette moet nog erg wennen aan haar nieuwe leven zonder vanzelfsprekende sociale contacten. Hallo. Dag. Ja, laat maar open. Hoe was het? Wat? Goed. Ik zeg, laat maar open. Is het allemaal voor elkaar? Nee. Heb je de container al gezien? Nee. Oh. Nog niet gezien. Oh. Maar daar moest je een handtekening voor zetten, zei hij. Hè? Ja. Jij moest zelf helemaal invullen. En dan moest ik mijn handtekening zetten. Maandag krijgen we hem dan, hè? Hij was... De papieren zijn daar nou getekend. Ik ben heel benieuwd hoe lang dat allemaal duurt. Rudy en zijn gezin zijn naar Curaçao gekomen om oude panden op te knappen met behulp van hun gevelreinigingsapparatuur. Maar hun eigen huis is niet eens af. Laat staan de bedrijfshal. Dit is de hal van de buurman. Kunnen jullie zien hoe de hal van ons ook eruit komt te zien qua ruimte. Maar de eerste steen moet nog worden gelegd en Hans vertrekt binnenkort weer naar Nederland. Het ziet er naar uit dat Rudy de komende maanden zijn handen vol zal hebben aan alles behalve gevelreinigen en het opleiden van Antilliaanse gevelreinigers. En dan is er nog de zorg of Shenna op Curaçao wel naar school kan. We moeten als mensen teleurstellen, want er is niet altijd klaar. We hebben een wachtlijst van pakweg toch 350 mensen. U heeft geluk. Ja, want nadat het schoolgeld van 410 Antilliaanse guldens is betaald, kan Shenna inderdaad kennis gaan maken met haar nieuwe juf. Jij bent mijn handje. Maar ik ben Shenna. Shenna, wat leuk dat jullie ons in klas komen. Hoi, Annette. Henny. Dag, Rudy. Henny. Ik had al gehoord dat je kon meekijken. Even, mama gaat mee. Even hier zo bij de deur. Mama gaat meekijken. Moet je vertellen? En papa ook. Witty, kijk, je krijgt een wit t-shirt. Eenmaal binnen legt de juf uit dat kinderen op Curaçaose scholen een uniform dragen en dat Shenna om 6:15 al op school moet zijn. 5 uur later mag ze dan weer worden opgehaald. Een hele aardige juffrouw vind ik het. Ja. Het nieuwe huis staat in een chique wijk. Terwijl Rudy en Annette allerlei zaken op het eiland regelen, probeert Hans ervoor te zorgen dat zij morgen het souterrain in kunnen. Ondertussen wordt hij ook gebeld over de container. Ja. Oké, dankjewel. Doei. Het schip komt binnen vanmiddag. Maar container zal geen probleem zijn, maar nou weer een onderstel vinden om de container te vervoeren. Shenna en Annette zijn op zoek naar een schooluniform. Mag ik u vragen? Immigratiedienst. Je moet die andere kant lopen. Die gebouw daar. Daar zo? Ja, je moet die van voren komen. Oké. Okay. Heel bedankt. Ik kom van immigratie. Ik kom een verblijfsvergunning. Oké, bedankt. Dag. Je moet toch wat drinken, hè? Nou, we hadden vandaag wat strubbelingetjes. We konden de bakken waar morgen de erkers op geplaatst worden, konden we niet storten, want we hadden geen water. Oh. Dus ik ben hier naar het management even gegaan. En ik heb hem gezorgd dat we morgen een paar dagen langer hier kunnen blijven. Oh, dat scheelt een hoop ellende. Ja, alleen dan moet je morgen wel even overhuizen. Hoe laat moeten we eruit? Voor 12:00. Dus, het is een klein stukje. Ik ga niet meer verhuizen daarna, hoor. Nee? Nee. Eén keer nog? Ik heb er helemaal... Ja, nog één keer. En dan krijg je met huis die waarde. Nee. Maar die waarde. Zo. Klaar. Ja, nou is het tijdelijk hier, schatje. Dat de container er is. Zullen we zo eerst even gaan drinken? Ik ga naar Hans. Oh, jij moet naar Hans? Er moet niks, maar... Wat heb jij maar even hier dan? Ja, kan ik even een beetje orde in de chaos maken.
Anders heb je haar ook weer mee. Ik kan daarom altijd nog langs, langs het huis. Blijf jij lekker bij mama, goed? We even rustig een beetje een plekje vinden, want over 2 dagen moeten we weer. Hans zal straks voor een paar weken naar Nederland vertrekken. Tijdens zijn afwezigheid zal Rudy verantwoordelijk zijn voor het verdere verloop van de bouw van zijn huis en de bedrijfshal. Hij kan nog geen acquisitie plegen voor zijn toekomstige gevelreinigingsbedrijf, omdat nog onduidelijk is hoe lang de bouw van de hal gaat duren. En Hans wil potentiële klanten geen beloftes doen die hij later niet kan waarmaken. De bouwvakkers zijn inmiddels begonnen met de aanleg van sanitair voorzieningen. Maar een en ander verloopt niet bepaald vlekkeloos. Daar heb je gewoon hier ook met je personeel daarvoor. Ja, je zoekt mensen aan, ja, ze komen gewoon niet. Maar ja, ik denk als je hier bent, dan is het gewoon voor jou gewoon normaal, heb je. Dus, maar iemand van buiten en zo, dus het is anders gewend. Als iemand hier dan zegt, bijvoorbeeld, jij kwam 4 uur of zo, dan komt hij hier. Als je kwam, moet je blij zijn. Heb je. Dus het is gewoon cultuurverschil, karakterverschil. En ik denk ook als je het wil hier maken, je moet je gewoon aanpassen. Anders word je maar gek van. En dan moet je ook nog goed op je schaarse materialen letten. We hebben dus vaker dat we dingen aangeven, hey, het is weg, de volgende dag, en dan even later liggen het weer. Dat is verstoppend eigenlijk. Dan hoop je dat je een weekje niet op terugkomt en dan is het in één keer helemaal weg. Goeie reis. Ik zie je achter. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Aje. Doei doei. Yo. Op het terras wordt nog even met het thuisfront gemaild, omdat Rudy en Annette thuis nog niet kunnen internetten. Ja, dankjewel. Nou, proost hè. Proost. Lekker met z'n drietjes. Maar dan vlug naar huis, want morgen moet Shanna voor het eerst naar school. Ze moet wel mooi naar school natuurlijk, of niet? Het is wel erg vroeg, hoor. Nou. Ik begin met heel veel tijd. 6:30. Shanna, ben je zenuwachtig? Ja. Ja. Ja, nog nooit zo vroeg geweest. Nee. Ik heb een berichtje van Karin, Shanna. Lieve Shanna, net een rude succes op je nieuwe school. Dikke kus van je tante. Je nieuwe schooltje. Nou, dat is meteen weer heel sprekend. Meisjes, kom maar binnen. Dag papa's en mama's. Dankjewel. Jenna, hier zijn mama. Nou, kom maar jongen. Ja, precies. Ik heb pas de afdelen. Ik heb deze schoenen zijn nu. Pas een auto. En mama pas een kus. Ja. Opzij. Moet je best doen? Ja. Goed opletten en onthouden, hè? Want dan kan je het vertellen thuis. Veel plezier. Ja? Doei. Ja. Nou, doe bij het huis worden de airco's dan eindelijk geïnstalleerd. Bij een gemiddelde temperatuur van 33 graden is dat geen overbodige luxe. Een hele klus. Wil je me nog betegelen? Gelukkig hoef ik dat niet te doen. Een echte Curaçaose bezem. Ik een hamer op. Ze hebben zo alles gedaan, dus ook die muur dan. Ik zei die van jongens weten niet beter. Dat is een beetje aanpassen. Dat je toch zelf gewend bent dat je gewoon een betonmolen huurt met een slang. En dan rol je die slang rol je uit, je spaart het erop en een uur bij weg. Dat kennen ze hier niet. Dat zie je allemaal met kruiwagens en emmertjes en al dat soort dingen. Annette heeft inmiddels een eigen auto om Shanna mee van school te halen. Ik ben veel alleen met Shanna, dus ik ben eigenlijk alleen nog maar moeder en vrouw. Voor de rest heb ik het idee dat ik weinig ben. Het was wel lekker om eventjes rust te hebben. Om eventjes niet continu mama, mama, mama om je heen te hebben. En te weten dat ze nou in goede handen is. Dat ik gewoon vanaf het huis gewoon rustig de tijd aan mezelf had. En eventjes lekker ge-MSN met mijn vriendinnen. Daar was ik toch ook wel eventjes aan toe. Het valt wel tegen dat alleen zijn. Dat je echt helemaal alleen
Dat heb ik nooit zo verwacht. Omdat we natuurlijk thuis een heel sociaal leven hadden en veel bellen. En minuten dat ik nu alleen ben, dat ik denk van nou, ben ik aan begonnen. Dat ik niet eventjes mijn vriendin of zo op kan bellen of eventjes naar mijn ouders toe kan gaan. Want ja, die wonen natuurlijk relatief heel dichtbij. Al is het alleen maar gewoon voor een babbeltje. En dat heb je hier natuurlijk niet. Weet je nog wat we afgesproken hadden? Tot morgen. Dat was leuk. Leek het een beetje op de Nederlandse school? Ja. Ja? En we hebben ook een paar liedjes gedaan die ik al kende. Een paar liedjes die je al kende? Wat voor liedjes dan? Ook Keteltje Dik van Buiten. Die ken ik niet. En heb je buiten gespeeld? Ja. Ja? Jeetje. Morgen willen Annette en Rudy hun eigen huis in. Maar dan moet er vandaag nog heel wat gebeuren. Rudy haalt verhaal bij Richard, de aannemer. Richard, wat een tegelzetters. Wat? Tegelzetters. Wat ik eerst heb, tegelzetters? Nee, dit zou hier betegeld worden. Alleen daar nog tegel worden? Nee, daar. Hier zou die loodgieter zo, hier. Hier zou die dat repareren. Ja, maar heb je al die drugtest afstand? Ja, dat lijkt. Nee, een drugtest. Ja, ja, terugslag. Als je daar de kraan loszet, ja, loopt hier het water uit. Dat hadden we gisteren gedaan, dan zou hij vandaag komen dat te maken. Dan kan het ook dichtgetegeld worden en dat. Maar ze is niet gewoon. Nee. En als ik hierin zit, dan doe ik alles op slot en dan kunnen ze er niet meer bij. Dan hebben ze een probleem. Ja, tuurlijk. En waarschijnlijk zit ik er morgen in dus. Heb je met Rafi gesproken? Met wie? Rafi. Ja, Rafi zou vanmorgen. Ja, ze zou komen. Maar ik ben vanmorgen weggegaan, ik kom nou pas terug. Ik zie niemand. Samuel, can you check for me where is Stanley? De assertiviteit die Rudy als bouwopzichter ten opzichte van zijn personeel moet tonen, is een goede oefening voor zijn latere functie als bedrijfsleider. We hebben tijd genoeg gehad. Hetzelfde met dat. Dat zou ook al klaar zijn vandaag. Stanley wist dat hij hier vandaag moest zijn. Ja. Alleen Stanley weet niet dat die deur morgen dicht zit. Ja. Dan kan Stanley er niet meer bij. Maar Stanley, het was een centrum al gebeurd. Ja, dat gebeurt wel, ja. Ja, maar dat werkt niet. Dus nee, dat wordt vandaag gewoon afgemaakt. Dan werken ze maar langer door. Heel simpel. Ik denk niet dat Hans er blij mee is. Het is gewoon niet klaar. Ja, dus dan daar ga ik niet voor boeten. Heel simpel. Na een hoop ergernis begint Rudy's vasthoudendheid toch zijn vruchten af te werpen. De werklui bereiden alles voor zodat de tegelzetter, als hij komt, meteen kan beginnen. Maar de tegelzetter kwam die dag natuurlijk niet meer. Een paar dagen later wel, en dat niet alleen. De container staat er. Eindelijk. Het douanezegel. Zo te zien hebben ze de reis overleefd. Wat hartstikke zwaar dit. Wat zit hierin? Spelletjes! En een spelletjesdoos! Na weken kan Annette eindelijk weer online met haar vriendinnen. Op het terras kan ze namelijk clandestien mailen en chatten via de aansluiting van haar buren. Een paar weken later is het hele huis zo goed als af en ingericht. Ja, wat doe ik de hele dag? Ik ben de hele dag een beetje aan het poetsen. Een beetje buiten zitten. En in de zon is het te warm. Er zit iedere keer de schaduw op. Dus dat doe ik echt de hele dag als ik langs loop. Dat is echt tot ontspannend. De familie heeft een nieuw hondje, Binky. Om Annette wat gezelschap te houden en het grote huis straks te beveiligen. Nou, ik heb eigenlijk nog geen baantje. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor, denk ik. Er zijn hier nog te veel dingen die ik... En dat ik gewoon lekker met Rudy samen wil zijn. En met Shanna. En dat het allemaal nog niet op orde is. Dan ga je ook niet rustig naar je werk toe, eigenlijk. Ja, de afgelopen weken was wel hectisch. Je bent steeds aan het vliegen. Ze zeggen dat Curaçao een heel rustig eiland is. Alles rustig aan. Nou, in Nederland had ik het rustiger, laat ik het zo zeggen. In Nederland stond ik gewoon op de werkvloer.
En hier werd ik ineens gewoon, ik kreeg een douw in diepe van ga het maar doen. Het is heel moeilijk om voor een ander een huis te bouwen. Als je niet bent betrokken bij de tekeningen en dat soort dingen. Dat heb ik hem ook uitgelegd en dan gaf hij hem ook wel gelijk. Ik heb ook tegen Hans gezegd van hij heeft alles in zijn hoofd zitten. Maar ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik ben wel trots op het eindresultaat. Het is voor mij wel een hele zware beproeving geweest om dit zo te doen. Ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik zoiets had van, ik was maar thuis gebleven of was ik maar later gegaan. Ja, heerlijk. Het is lekker weer en goed brood. Het scheelde ook, gewoon Nederlands brood. Je gaat hier werken? Werk je al? Nee, ik werk nog niet. Ik zoek hier toevallig nog personeel. Ja, ik zoek nog een bakker. Nee, dat kan ik niet. Even dat maar niet doen. Mag ik 4 donuts alsjeblieft? Ja. Graag. 6. Hallo. Hallo. De bouw van de hal verloopt zo mogelijk nog primitiever dan die van de villa. De bouwvakkers van Richard Pang werken, als ze al komen opdagen, niet met machines. Nee, het graven van funderingen is hier nog gewoon ambachtswerk. Hoe lang gaat het duren met water en elektriciteit hier? Geen flauw idee. Dat kan ik echt niet weten. Ze moeten gewoon afwachten. Gewoon even bellen, kijken hoe waar het staat. Ja. Mama. Mama is boven. Ja. Eindelijk begonnen. Ja? Ja. Nee, ze hebben nog gestroomd daar. Dat kan ook maar zo nog... Ik weet niet hoe lang duurde. Mama is nog moe. Mama is nog moe. Ik niet. Hans is inmiddels weer terug op het eiland en laat vandaag zijn aannemer de definitieve planning ondertekenen. We lopen nu 3 achter, denk ik. Nou, het probleem is altijd hier op het eiland materiaal. De ene keer denk je nou, het is er. En dan kom je na 2 weken weer of een paar dagen van tevoren kop je voor het volgende materiaal, Richard. En dan is er in één keer niet meer. Dan is alles in één keer opgepakt. Het is er niet, de cement is er niet. Dus het kan gewoon door de kleinschaligheid van het eiland. Alles wat normaal in Nederland met 2 weken geregeld is, dan moet je hier gewoon 2 maanden vertellen. De bouw van de hal is na maanden vertraging dan eindelijk echt begonnen. Dit betekent dat Rudy, als alles meezit, over een paar maanden als eerste Curaçaose gevelreiniger aan de slag kan. Pinky, hey, ga eens terug. Ga terug. Ga terug er doorheen. Heb jij de sleutel? Ik durf daar niet doorheen te duwen. Oh ja. Je moet erin, man. Kom. En blijf. Pas op, hè. Kijk, wat een mooi strandje. Oh, dit ken ik van Spanje. Spanje? Curaçao, hè? Ja. Van Spanje heb je dit ook? Oh, ja, dat weet ik. Niet zo wit, maar wel gewoon lekker zand. Papa, ga je mee van de rots duiken? Van die hoge rots? Ja. Durf je dat? Zo, durf je dat? Ja. Ach, ga maar. Ga mama filmen, ga mama kijken. Oh. Het is heerlijk zo. Ja. Even wat anders op werken. Lekker zo'n dagje. Maar mis je nou het werk wat je thuis had? Mis je dat nou wel eens? Gevelreiniging? Ja, mis het wel soms. Je verwacht natuurlijk wel dat je hier komt te zitten en dat je meteen aan de slag kan. Maar ja, en dat gaat gewoon niet. Dat is wel jammer. Dan was je nou misschien al volop aan het draaien geweest. En hier doen ze de dingen, pakken ze heel anders aan. Nou moet je ook zeggen wat hun gaan doen en dan moet je het allemaal zelf doen. Ja, maar daarom is het fijn dat ik geleerd heb hoe die mentaliteit hier is. Nou. Dus je weet nou hoe je de mensen moet benaderen. Ik zie het wel als een uitdaging, ja.
dat wel. Dat is ook leuk? Ja, als alles loopt zoals het moet lopen, wel. Ja, de eerste tegenslagen. Zo werkt het hier niet. En jij het een beetje naar je zin? Nou, met ups en downs. Bepaalde vrijheid heb ik gewoon nog niet. Nee, ja, dat weet je. Ik was thuis gewoon altijd heel vrij en ik was de hele dag weg en dan hier langs en daar langs. Nou, hier kan ik niks doen. Ja, voor Hans een kopje koffie zetten. Of voor jou een glaasje cola inschenken. Verder kan ik helemaal niks. Maar het is ook het onbekende gewoon. Je kent niemand en dat heb ik wel een beetje onderschat, denk ik. Wij hebben altijd geroepen, zolang we maar met z'n drieën zijn, is het goed. Maar ja, ik geloof niet dat je het alleen met z'n drieën redt. Wil je nog wel blijven met mij hier dan? Nee. Nee, grapje. Jawel. Ja, als ik soms dan zie hoe jij... hoe moeilijk jij het kan hebben, zou ik maar zeggen. Omdat je eigenlijk niet uit kan. En ik daar ook niks voor kan betekenen. Ja, dan voel ik me niet altijd even op mijn gemak zoals ik me in Nederland voelde. Ik zou ook niet terug willen. Als Hans zou zeggen, jongens, jullie moeten terug, dan word ik ook boos. Ja, dat komt allemaal wel goed. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Alles komt goed. Het heeft tijd nodig. Ja. We willen het allemaal te snel. ...24 uur per dag het leukste en beste op tros.nl. See? You already said I do. That settles it. That settles it. We're getting hitched today. Wait, wait. Not so fast. And Jerry's gonna marry us. What? Actually, I go by Father Superior. Is het nou wel zo verstandig om te trouwen? Na de ster. ER. Morgenavond in de tv-show op reis.